Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Ewent. Vandaag de laatste vrijdag van april en dus kijkersvragen. Het is weer de laatste vrijdag van de maand en dus traditiegetrouw tijd voor kijkersvragen. We kregen weer tientallen vragen opgestuurd. De leukste, belangrijkste en beste vragen die hebben wij geselecteerd en gaan wij de komende minuten met je doornemen. Nou, veel verschillende onderwerpen deze keer van monitoren tot televisies van processors tot het je pc stiller maken. Nou, het komt allemaal voorbij. We beginnen bij monitoren en dan een vraag van Jaap die vraagt inmiddels zijn er laptops met OLED schermen beschikbaar. En nu is hij benieuwd of en wanneer er daadwerkelijk ook OLED monitoren voor desktop pc's komen. Hebben jullie hier meer informatie over? Nou, laten we met het goede nieuws beginnen. We weten dat ze er komen, namelijk ze zijn er zelfs al. Ja, er zijn, ze zijn er zelfs al als je bij ons in de prijsvergelijker zoekt op, uh, op OLED en monitor vind je er zelfs een heleboel, maar een hoop daarvan zijn eigenlijk 55 inch modellen wat, ja, wat eigenlijk gewoon tv panels zijn in een, in een behuizing zonder dat daar een, een tuner in zit. Dus dat, maar dat bedoelt hij natuurlijk niet, hij bedoelt kleinere. En ook daarvan zijn er inmiddels uh, in onze prijsvergelijker in ieder geval twee daadwerkelijk leverbaar. Dat, zijn, dat is de Asus ProArt uh, PQ22 UC en de Isoforus Nova. Ja. En die laatste hebben wij inmiddels ook getest. We zijn nog wat validatietests aan het uitvoeren, maar uh, het gros daarvan weten we inmiddels. Uh, dat zijn 22 inch schermen. Tot zover uh, het goede nieuws zou ik bijna willen zeggen, want laten we meteen even over de prijs gaan praten. Ja, want dat is wel waar het pijnpuntje. Zit. Die ISO die kost 4500 euro en die ASUS zien in onze prijsvergelijker zelfs voor richting de 5000 euro. Dus ja, dat is, geeft meteen aan waarom dit nog niet producten zijn waar je er heel veel van ziet of waar je heel veel, veel rumoer om hoort. Want het is gewoon echt nog hartstikke duur. En tenzij je echt zeer specifieke uh, noodzaak hebt voor een OLED scherm, bijvoorbeeld omdat je echt perfect zwart moet hebben, ja, is zo'n hoge prijs voor een 22 inscherm, scherm eigenlijk natuurlijk totaal niet te rechtvaardigen. Nee, wat je wel al zei: die ISO is inmiddels een test, dus die review komt binnenkort. De beeldkwaliteit is echt om je vingers bij af te likken, laat dat gezegd zijn. Uh, maar dit zal echt nog wel. Twee jaar of zo, noem maar eens wat, gaan duren voor dit een beetje normale prijs. Gehoord. Ja, het is, het, het, is, het is echt koffiedik, kijken, want we weten al langer dat het eraan zit te komen. En, en, en het kan dus ook, alleen ja, voor de prijs, het is natuurlijk altijd een kwestie van prijs en wat het, ge, wat het, wat het biedt. En het punt is nu gewoon, ja, je kan een monitor kopen, alleen voor 4500 euro is natuurlijk zodanig weinig vraag dat er ook voor andere fabrikanten weinig, uh, licht in, uh, weinig muziek in zit om daar hard mee aan de slag te gaan. Die, die, die prijzen van die panels zullen eerst echt nog verder omlaag moeten. Ik wil dit echt een, een klein beetje richting mainstream gaan? Andere vraag over monitoren van Niels. Ik heb een 38 inch ultra scherm met 144 hertz op het oog. Wat zou hier een goede videokaart voor zijn, aangezien deze een hogere resolutie heeft dan een standaard ultra nou, Zo'n 38 inch ultrawide, dan uh, gaat dat vermoedelijk om een scherm met ofwel 3440 bij 1440 of 3840 bij 1600 pixels. Ja, ik denk gevallen. dat het die laatste is, want uh, ik heb een beetje in onze prijsvergelijking zitten kijken. Ik denk dat hij de LG uh, 38G Al 59G bedoelt. Dat ja. is inderdaad een scherm uh, wat dus inderdaad die hogere resolutie van 38, 400, uh, 3840 bij 1600 heeft tegenover wat, wat kleinere schermen, uh, de 34 inch en Even kleiner in vergelijking. Die hebben meestal 34, 40 keer 1400. Nou, je moet dus rekenen dat het scherm waar hij over heeft, dat heeft zo'n 6,1 miljoen pixels. En als je dat dan vergelijkt met, met normale gangbare schermen, dan zit dat eigenlijk een beetje tussen WQHD, wat 3,7 miljoen pixels is, en tussen 4K, wat 8,3 miljoen pixels is. In. Dus het zit een beetje ja, niet helemaal in het midden, maar ongeveer. En daarmee kunnen wij direct het antwoord op de vraag geven. Want bij al onze videokaart reviews, bij al onze GPU reviews, doen wij alle benchmarks zowel in WQHD. Als in 4k, dus eigenlijk is het antwoord dan: pak die twee scores, eh, pak het gemiddelde ervan en dan kun je een beetje inschatten wat de prestaties zullen zijn op die afwijkende resolutie. Die dus ongeveer 6 miljoen pixels heeft. Ja, precies. En het verschilt natuurlijk ook heel erg per game. Hè? Wat, uh, in, ho in hoeverre de, 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 de resolutie aan zich echt een hele grote impact heeft op de, op de performance. En wij doen natuurlijk ook heel vaak game tests, waarbij we een game met verschillende GPU's testen en ook in verschillende resoluties. Dus als jij bijvoorbeeld specifiek race games speelt waarvoor zijn ultra-wide monitor echt, echt bijzonder geschikt is. Nou, kijk dan vooral ook eventjes naar onze specifieke reviews van bijvoorbeeld een F1 2019 game. Om te kijken hoe dat in 4K en in WQHD op verschillende, op verschillende videokaarten draait. Dan krijg je. Echt Een goede indruk van hè, als het als, als die 4k goed draait op een videokaart weet ik zeker dat het, uh, dat het ook op mijn scherm op mijn extra ultrawide goed gaat werken. Ja, ja, ja. Uh, is, is het een beetje kielen kielen ja, dan moet je waarschijnlijk toch nog iets meer investeren, denk ik. Nou, volgende vraag is uh, gaat over processors. Dat is dan weer wat meer jou, uh, jouw kant van het verhaal. Uh, ben die vraagt namelijk hoe kan je zien welke AMD-processor nieuwer is. Bij Intel is het duidelijk, maar bij AMD kom ik er niet uit hoe je dat kan checken. En eigenlijk vraagt hij hetzelfde voor de moederboard chipsets. Uh, ja. In principe, zeg maar. in principe geldt voor AMD en Intel hetzelfde. Het eerste getal van het modelnummer geeft een beetje aan welke, welke serie, welke generatie het is. Dus bij eh, AMD hebben we het dan bijvoorbeeld bij een Ryzen 5 3600, die 3 die geeft aan wat de generatie is. Dus hoe hoger dat eerste getal, hoe nieuwer ook. Het zijn een paar dingen om rekening mee te houden, want bij AMD lopen de mobiele processors en de desktop processors. Die, um, die lopen een beetje scheef qua modelnummers. En daar loopt de mobiele reeks altijd één getalletje voor. Dus de 4000-serie mobiel is eigenlijk gebaseerd op dezelfde technieken. als de 3000-serie op de desktop. En dus ook de vorige generaties, de 3000-serie mobiel, was eigenlijk technisch hetzelfde als de 2000-generatie eh, desktops. Um, bij Intel heb je eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Daar heb je ook gewoon die, die eerste getallen. Daar was het de 4000-serie, de 5000-serie, 5000 cetera. Nou, inmiddels zitten we al op de, de, de 10.000-serie. 10 um, ook, ook bij Intel geldt wel, uh, het loopt soms een beetje uit elkaar. Want het getal geeft tegenwoordig meer een beeld van in welk jaar zijn de processors geïntroduceerd dan daadwerkelijk welke technologie is er gebruikt dus bijvoorbeeld in die, in die, in die 10-serie van, van Intel, dat kunnen bij sommige laptopprocessors kunnen dat 10-nanometer-processors zijn, gebaseerd op nieuwe Ice Lake-architectuur, met alle nieuwe toeters en bellen. Maar eh, bij andere laptop-generaties zijn het weer 14-nanometer-processors, en bij de desktop zeker. Dus ja, er is geen maar echte het harde het was, link meer tussen het model, serie en de techniek, maar wel precies. zeker tussen de, uh, tussen de processor en het jaar waarop die is uitgekomen. Ja, En als je dus heel plat slaat, zolang je maar niet probeert om mobiele en desktopprocessors te vergelijken, kan je eigenlijk zeggen: het eerste getal van, van de, van de, de type-aanduiding geeft gewoon aan ja. uh, wanneer die is gemaakt, waarbij een hoger getal betekent ja. nieuwer dan een, en, dan een lager En getal. zelfs dat geldt ook nog voor mobiele en desktop hoor. Want als je dan bijvoorbeeld weer kijkt, is die nieuwste, en dan AMD voelt weer terug, die nieuwste AMD mobiele processors, die 4000-serie. Die zijn dit jaar op de markt gekomen. Er gaan dit jaar ook nog een nieuwe generatie desktop-processors komen. Die zijn dan wel weer technisch een stapje verder. Maar omdat die dit jaar uitkomen, krijgen die ook een, een, een modelnummers in de 4000 reeks. Dus dat begingetal geeft wel echt altijd aan in welk jaar ze dat eigenlijk op de markt gekomen zijn. Oké, okay, prima. En dan hebben we ook nog hoe zit het met moederboard chipsets. En dat is eigenlijk in grote lijnen gewoon hetzelfde verhaal ook. Ja, bij AMD uh, zeker is dat. Uh, uh, is dat uh, het zijn altijd wat, uh, wat kleinere getallen, maar drie cijfers in plaats van vier cijfers. Maar daar zie je ook dat uh, alle chipsets die met uh, een vijf beginnen, die zijn eigenlijk het afgelopen jaar op de markt gekomen. Alle chipsets die met uh, het, um, het, een 4 beginnen uh, zijn minimaal een jaar, een jaar oud. Chipsets die ze met een 3 beginnen zijn minimaal twee jaar oud, et cetera. En bij Intel zie je eigenlijk hetzelfde. Die waren daar al eerder mee begonnen. Um, en uh, die lopen, ja, ik zou bijna zeggen, het lopen getal achter. Maar dat is meer omdat AMD gewoon een getal hoger heeft gekozen op een gegeven moment. Dus bij meer generatie de, de generatie chipsets die, er, die nu um, courant is, beginnen allemaal met een 3. En de volgende generatie begint allemaal met een 4. En ik geef je een briefje door bij Intel volgend, volgend jaar weer een nieuwe generatie chipsets krijgen. Die beginnen allemaal met een 5. Ja, tenzij ze natuurlijk AMD willen pootje lichten en, en, en er overheen ja, willen en gaan taal om taal toch een meer beter te ja. hebben. Ja, dat de volgende vraag is een heel verhaal. Moet ik even goed oplezen. Hans die zegt wij spelen graag Katan met een ander stel vrienden. En voor de duidelijkheid dan uh, gaat het over het bordspel Katan. Hij schrijft ook tegen corona is dat niet meer mogelijk om gezellig bij elkaar te komen. Graag zouden wij een opstelling aan beide kanten dus in twee verschillende woonkamers maken. Om op twee identieke borden door middel van een camera en laptop via Skype tegen elkaar te kunnen spelen. Wat is een geschikte webcam die je boven de tafel kan hangen. Een scherp beeld geeft aan de andere kant op de laptop. En zijn er nog andere zaken waar we aan moeten denken? Nou, dit is inderdaad een vraag die je voor de coronatijd niet had kunnen voorstellen dat die ooit zou komen. Nee, precies. En, uh, maar aan de andere kant, het geeft het, het, het aan de, ri de richting waarop mensen uh, nu op dit moment denken. En dat is wel heel tof, vind ik zelf ook. Uh, bij mijzelf bij is er wat anders voordat we deze vraag beantwoorden. Mijn zoontje die leest nu via de webcam met, samen met zijn opa en oma om, uh, om, om verhaaltjes voor je te lezen. Dat is eigenlijk een beetje eenzelfde uh, een probleem. Iets wat je normaal nooit zou hebben gedaan, maar waar we nu ineens allemaal over nadenken. Nou, als we het dan over, specifiek hebben over een webcam boven iets ophangen, is het natuurlijk echt de belangrijkste vraag, hoe ga je hem daadwerkelijk ophangen? Uh, ik heb daar niet echt een onwijs goed idee voor. Waar uh, je op moet letten, als je dat zou willen, zou ik zeggen, is dat hij een schroefdraadaansluiting heeft. Dus een statiefaansluiting. Zodat je hem daadwerkelijk ergens aan vast kan maken aan, aan een arm. Of wellicht aan een statief wat je schuin kan neerzetten om hem boven het bord te krijgen. Um, voorbeelden daarvan zijn onder andere die Logitech Streamcam die we onlangs in, uh, in Hardware Info Video hadden. Of um, de, de Logitech Brio kan dat bijvoorbeeld ook mee en waar je ook op moet letten is dat je een camera hebt met voldoende resolutie sowieso en waarschijnlijk ook waarbij eentje waarmee je een beetje kan kroppen dus dat je het bord echt vol in beeld kan hebben zonder alles eromheen, omdat het anders heel klein wordt ja. en dan kom je wederom eigenlijk gewoon bij die duurdere Logitech camera's uit die dat in hun software kunnen doen, dus waarbij je matig de kijkhoek van de camera kan verkleinen en je dan, zeker in het geval van zo'n 4K brio, uh, voldoende beeld overhoudt maar dan worden het wel duur een duur potjes maren. ja, het wordt een heel duur potje katan want zo'n brio dat kost gewoon meer dan 200 euro en zelfs die streamcam moet je denken aan 160 euro en uh, met een wat goedkopere 1080p van logitech zoals zo'n c920 922 heb je het ook nog altijd over 100 euro per camera dus het wordt een het, het wordt een duur potje katan ben ik uh, ben ik bang en wellicht dat je beter naar kan kijken naar een online versie van het spel als je dit heel graag met vrienden uh, via tele wil doen ja, zomaar ja, te zeggen ja. gaan wij snel door naar de vraag van maarten Kun je met nieuwe dan wel betere fans en koelpasta pasta een via oud systeem een stuk sneller maken door te overklokken Doordat je uh, de koeling verbetert en uh, stiller maakt. Ja, het klinkt natuurlijk uh, bijna te good to be true. Investeer een beetje in betere fans en in betere koeling. En je PC wordt uh, een stuk sneller. But if it sounds too good to be true, it usually is. Ja, en laten we meteen eventjes het laatste gedeelte van zijn vraag bij de, bij, de, bij de kop pakken. Want beter en stiller, dus meer, meer koelprestaties en stillere werking, dat is een combinatie die gewoon heel lastig te vinden is. Dat is de heilige graal, dat willen we allemaal. Maar over het algemeen geldt dat stillere fans langzamer draaien, minder lucht verplaatsen. En terwijl de beste fans altijd gewoon een bakherrie maken. Dus die combinatie is sowieso een lastige. Ik denk dat koelpasta vervangen. in de praktijk doet dat niet zoveel. Tenzij je je, je koeler continu eraf haalt en, en, en vervangt. en die koelpasta niet. Uh, niet vervangt blijft koppas die gewoon wel al die tijd op zijn plek blijft zitten blijft gewoon zijn werk doen dat veroudert niet dus daar ga je gewoon ja, op zijn best een heel klein beetje winst mee halen denk ik en ook betere fans ja dat ligt natuurlijk heel erg aan wat voor fans je er nu op hebt zitten en of het allemaal nog een beetje schoon is van binnen als die ventilatoren ja. en met name ook de koellichamen eronder inmiddels helemaal uh, volgeslipt zijn met stof dan is schoonmaken misschien zelfs nog wel een betere optie om wat meer prestaties uit je systeem te kunnen halen ja, maar dan eigenlijk maar, maar, het begin maar gewoon van nieuwe zijn fans K kun je ja, be betere prestaties verwachten kijk toen jij en ik nog geen baard hadden eind jaren negentig begin uh, van uh, van deze deze eeuw, toen kreeg je nog, nog eens tijden. met dat waren nog gestijnde, toen kon je nog met overklokken kon je je systeem echt makkelijk tientallen procenten sneller maken. Tegenwoordig zijn uh, processors en ook videokaarten zo slim dat ze vanzelf sneller gaan uh, gaan lopen als het nodig is, vanzelf een beetje gaan gaan terugschalen als ze te veel stroom verbruiken, et cetera. waardoor ze eigenlijk veel efficiënter werken dan vroeger. Maar de andere kant van de medaille is dat er veel minder extra prestaties nog uit te halen is. Je moet echt van goede huizen komen wil je met overklokken de prestaties van je pc eh, meer dan 10, 20 structureel verhogen. Dat is gewoon ja, bijna en, niet en stabiel een, houden, dat is het belangrijkste nog. Ik, he? ik, dat je bedoel je niet, wil stabiel, stabiel houden. Ja. Ja. En um, als je een prestatie... Uh, het is ook een, 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 een duidelijke stelregel, bijna een wetmatigheid, dat als je prestaties niet minimaal 10 toenemen, dan merk je het niet eens. Een computer die 5 sneller is, heb, die kun je persoonlijk niet onderscheiden van eentje die 5% langzamer is. Dus nee, de tijd van gratis prestatiewinst door simpel overklokken helaas die is een beetje voorbij. Ja, daar ben ik ook bang voor. Uh, de volgende vraag dan, die gaat over heel wat anders. Die gaat over uh, NAS-apparaten. Stefan die vraagt, is het zinnig om een SSD-schijf te plaatsen in je NAS... om de responstijd van de NAS te verbeteren? Wij zijn met z'n vieren thuis en hebben ook een bewakingscamera erop aangesloten. Ja, uh, het is grappig. Mij... We waren het in het voorbespreken. Toen kwamen we erachter dat we onafhankelijk van elkaar eigenlijk dezelfde oplossing hebben bedacht. Uh, ik en zowel jij hebben uh, primair harde schijven in onze NAS, maar ook een SSD... En juist die gebruiken we voor de beelden van onze bewakingscamera's. En eigenlijk met als belangrijkste reden dat eh, doordat die de beelden van bewakingscamera's opnemen, is zijn die de hele tijd actief. Zo'n SSD gebruikt niet zoveel stroom en maakt ook niet zoveel herrie. En daarmee kunnen de harde schijven die dus niet constant worden gebruikt, die kunnen dus, dus eigenlijk automatisch uitschakelen binnen zo'n NAS en wel opspinnen zodra ze een keer wel nodig zijn. Ja. En hij vraagt, kan ik een SSD gebruiken? Dat, dat is wat, ik, ik doe dat met name dus inderdaad om te zorgen... dat die harde schijven gewoon... Uh, de, dat de levensduur daar wat, mogelijk wat door verlengt. Want ik gebruik mijn NAS voor de rest niet super intensief. En ook om het energieverbruik dus te, uh, te beperken. Maar wil je de responstijd verbeteren... dan ligt het een beetje aan welk, uh, welk merk NAS je hebt. Maar bijvoorbeeld Synology... wat natuurlijk uh, het populairste merk is... in ieder geval in onze, in onze prijsvergelijker... die heeft ook een mogelijkheid om SSD-cache toe te voegen. Dus dan stel je een SSD in als cache voor je harddisks. Dus zelfs als je harddisk down downspinnen... dan zorgt die dat hij uh, de meest gebruikte data op die SSD's heeft staan... zodat die latency waar, uh, waar, waar Stefan naar vecht... Uh, dat die verlaagd wordt. Dus het kan wel degelijk. Zeker, maar het ligt er dus aan hoe je de SSD toepast... of je daadwerkelijk uh, een, een verbetering van die latency gaat zien. Een tijdje geleden bespraken wij in een van onze video's... Uh, de nieuwe uh, TV-line-up van LG. De nieuwe X-serie. Volgens mij heeft Benny die aflevering gemist. Nou, dat zei hem vergeven. Want hij vraagt, moet ik de LG C9 of wel het model van vorig jaar kopen als deze verder in prijs zakt? Of moet ik toch kiezen voor die gloednieuwe LG CX? Nou, laten we het antwoord nog maar een keer even. Nou, eigenlijk is het, is, het uh, het is het vrij simpel. Het is vrij simpel. Het heeft natuurlijk altijd te maken met wil je het allernieuwste en daar veel voor betalen. Of kan je het best met, een, uh, met, met ietsje minder en uh, wil je dan inderdaad uh, gewoon een stuk betere prijs over het algemeen uh, meer krijgen. Want de technische verschillen tussen de C9 en de CX zijn gewoon niet zo heel erg groot. Hè? We weten al jaren dat er qua panels eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. En als je ook kijkt naar wat er nieuw is aan features in de CX, dus in de C10 serie van 2020. Dat is maar heel beperkt. Dat zit met name in wat AI en ook... Uh, uh, in, in de HDMI-interface, maar zelfs de modellen van vorig jaar hadden dus al HDMI 2.1. Dus als er straks nieuwe videokaarten uit gaan komen en je wilt dat op je, op je televisie aan luiden, dan kan dat ook gewoon prima met, met C9, hè? dus om ja. in 4K met, 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 met alle kleurinformatie en zo te werken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Vorig jaar hebben we die C9 gezegd, voornamelijk ook vanwege dat HDMI 2.1, deze televisies zijn echt future-proof. Dus C8 Juist. kon je daar je twijfels bij hebben, maar C9, die zijn echt future-proof. Ja, en qua verschil. wij hebben de CX nog niet uitgebreid getest, maar alles wat ik ervan heb gezien duidt erop dat je echt geen wonder hoeft te verwachten, geen grote verschillen. Dus ik zou zeggen, en die, en die CX is natuurlijk net nieuw, dus die, die, qua prijs staat die nog, uh, nog, vol, uh, nog vol bovenaan, dus daar is nog niks aan gebeurd. Het zal ook echt nog wel een hele tijd gaan, gaan duren voordat je daar ja. aanbiedingen van gaat zien, denk ik. Uh, terwijl de C9 gaat er bijna uit, dus daar kan je nu goede deals op scoren. En zoals altijd bij OLED geldt, wat we vorige keer ook hebben gezegd, bel vooral even met winkels, want uh, een beller krijgt vaak nog een betere prijs dan wat je zelfs bij ons in de prijsvergelijker ziet staan. Dus ik zou zeggen, bellen een rondje voor zo'n C9 en koop vooral zo'n ding als je die voor echt aanzienlijk minder dan een C10 op de kop kan tikken. We blijven even in de televisiewereld. Wesley die vraagt: gaan tv-fabrikanten hun nieuwe modellen uitstellen tot volgend jaar, nu de sportzomer in het water valt? En worden tv's door de lage olieprijs goedkoper? Nou, laten we even beginnen bij de eerste vraag. Um, die sportzomer gaat inderdaad niet door. We hebben geen EK, we hebben geen Olympische Spelen. Daar hadden natuurlijk de tv-fabrikanten vurig op gehoopt. Uh, uh, want over het algemeen, een sport zomaar zorgt voor uh, betere verkopen. Tegelijkertijd, nou, al die nieuwe modellen die waren al ontworpen. De productielijnen liepen al, dus die zullen niet snel gecanceld worden. Nee, sterker nog, uh, we hebben onlangs een rondje gebeld langs alle fabrikanten. En die zeiden eigenlijk dat er, dat er geen, uh, geen uitstel van modellen is. Uh, in sommige gevallen komen ze wel wat later dan gepland. Want uh, afhankelijk van waar de fabrikant dingen laat produceren, en daar gaan we het straks ook nog over hebben, kan er wel wat vertraging zijn opgelopen. Maar wij zien eigenlijk gewoon dat de nieuwe televisiemodellen, die komen altijd zo rond april, mei. We zien ze nu ook weer. We zagen van de week weer van een, uh, van een aantal merken nieuwe modellen daadwerkelijk op voorraad komen in onze prijsvergelijkers. Dus dat shops daadwerkelijk zeggen, we hey, hebben ze nu liggen. Als je ze vandaag bestelt, kan je ze morgen in huis halen. Uh, de eerste 2020 modellen zijn ook al in ons, uh, in ons testlab beland. Het uh, testen ja. gaat nu wat langzamer, maar binnenkort kan je dus ook de eerste reviews van 2020 modellen verwachten. Ja. Dus eigenlijk het kan wat later zijn, het kan zijn dat je wat beter moet zoeken voor voorraad, maar eigenlijk gaat alles gewoon door. En dan de vraag over de olieprijzen. Ja, Het wordt bijna een beetje in het hardware info economiehoekje. Laat vooropgesteld, wij zijn hier geen experts, maar ik kan me niet voorstellen dat dat op de korte termijn een effect gaat hebben op uh, op prijzen van producten. Want laten we eerlijk zijn: uh, de olieprijs is gezakt, maar uh, de energietarieven uh, die uh, voor jou en mij hier thuis zijn ook, niet, zijn ook nog niet gezakt. Dat zijn vaak bedragen die je vooraf met een energieleverancier afspreekt. Nou, dat geldt voor die fabrieken net zo. Ja, uiteindelijk zal vast die olieprijs wel een effect gaan hebben, wellicht op transportprijzen van China of waar dan ook naar hier. Ja, transport is vaak ook maar weer een heel klein gedeelte van, um, van de totale productprijs die je uiteindelijk in de winkel betaalt. Dus. Ik denk dat corona op heel veel vlakken effect kan gaan hebben op productprijzen. Positief dan wel negatief, maar dat de lage olieprijs. Ik verwacht niet dat dat een major impact gaat hebben op de prijs van consumenten-elektronica. Nee, en, en we zien het nu ook niet gevoorkast worden. En aan de andere kant, de, de olieprijs, dus de prijs waarvoor het schip deze kant op komt varen, is misschien weer wat lager, maar er gaan er minder. Uh, hmm. Er is natuurlijk ook een probleem met productie geweest. Het is natuurlijk sowieso een, een kwestie van vraag en aanbod wat de, wat de prijs doet. Hè. Als de vraag hier heel erg uitvalt in Europa over een paar maanden, kan het best zijn dat je prijs. Omlaag ziet gaan. Op het moment dat dat niet zo is en de vraag overeind blijft en de productie blijft toch nog altijd iets van een. De productie in de avond blijft nog altijd iets problematisch. Dan verwacht ik helemaal niet dat prijzen enorm omlaag zullen gaan. Maar nogmaals, economiehoekje moeten we misschien eigenlijk gewoon uh, niet doen. Wij hebben er in ieder geval geen, uh, geen, uh, nee. geen harde informatie over. Nou, we, we, we hebben toch nog één vraag voor ons economiehoekje. Namelijk van Jan. Die vraagt: wat zeggen jullie contacten over de supply chain, over de toeleverancier, uh, uh, toeleveranties van. Consumenten, elektronica en hardware uit China. Zijn er structurele problemen inmiddels uh, in de aanvoer, of juist niet? Wat staat er ons op dit gebied te wachten met betrekking tot prijzen, leeftijden, nieuwe introducties, et cetera? Eigenlijk dus een vraag in den brede. Nou, uiteraard zijn wij veel aan het bellen en in conclave met, uh, met fabrikanten worden een beetje wisselende geluiden. Er zijn bedrijven die zeggen van ja, we hebben even een hit gehad toen het eh, in Wuhan eh, verkeerd ging. Maar inmiddels eh, gaat de productie in China weer eh, weer op. En eh, zitten de boten naar, naar Europa weer vol met nieuwe spullen. Er zijn ook fabrikanten die zeggen het is nog niet helemaal duidelijk. Ik heb zelf een beetje het gevoel dat we ons misschien nog wel meer zorgen moeten maken over de vraagkant dan over de aanbodkant. Uh, je hoort nu bijvoorbeeld ook weer de, deze week in het nieuws een verhaal dat uh, Foxconn bij de fabrieken waar de iPhones worden gemaakt mensen aan het ontslaan zijn omdat er simpelweg minder vraag gaat zijn naar iPhones. Uh, ja. Dus dan ja, nogmaals, dan is de vraag dus een groter probleem dan het aanbod. Ja, en het hetzelfde las ik ook van, uh, van Samsung... die een stuk minder telefoons gaat maken dit seizoen. Het ligt er ook heel erg aan of het, of het zeg maar, nice to have... of essentiële producten zijn. Hè? We zien door thuiswerken dat er gewoon echt een, een grote vraag is... naar bepaalde producten die mensen echt nodig hebben. Ja. Bijvoorbeeld monitoren, als je meer gaat thuiswerken... dat, dat moet gewoon gemaakt en, en gedaan worden. Terwijl ja, je high-end smartphone... die kan misschien best nog wel een half jaartje of een jaartje langer mee. Hè? Je hoeft niet per se elk jaar de nieuwste iPhone te kopen natuurlijk. Dus het zal nogal van, van de productcategorie afhangen. En ook van waar in China het wordt gemaakt. Want laten we niet vergeten, China is natuurlijk echt een groot land... Ja. Het ging rond het Chinese nieuwjaar, met name in die Wuhan-regio mis. En nu is dat wel die regio aan zee waar het gros van de, van de fabrikage zit. Andere delen van China zijn minder getroffen geweest en zijn in mindere mate in lockdown geweest. En je ja. ziet ook wel dat in Wuhan inmiddels de productie weer op gang komt en de schepen dus inderdaad onze kant op gaan. Ik sprak van de week met een, met een Nederlandse leverancier. Die zei: Ja, mijn, mijn productie heeft inderdaad stilgelegen. Inmiddels is het weer onderweg. Alleen zo'n boot duurt gewoon een aantal weken voordat hij hier is. Dus het, het, het is met een na effect En ja, wat we gewoon echt niet weten is wat, of er nog een tweede golf-corona komt ja. in China en in de. Van de wereld. Dus het, voorlopig lijkt het, lijkt het mee te vallen. Maar wederom, het is koffie te kijken en ook niet uh, onze basiscompetentie uh, om daar heel slimme dingen over te zeggen. Tot zover hart voor economie. We gaan nog heel snel een paar laatste vragen doen, want uh, we vliegen weer gierend uit de bocht qua tijd. Uh, Timothy, die vraagt: de camera's in smartphones ondergaan ieder jaar grote verbeteringen. Hoe komt het dat er in gewone fototoestellen uh, dat er eigenlijk niks gebeurt? Uh, er is heel weinig vooruitgang volgens Timothy. Nou, daar heeft hij gelijk in. En Volgens mij staan hele simpele redenen voor, toch? Ja, het is vraag en aanbod. Je ziet dat mensen steeds meer hun telefoon gebruiken om foto's te maken. Daar dus ook steeds hogere eisen aan gaan stellen. Eigenlijk een, een normale compactcamera. Niet zo interessant meer vinden in die compact-camera-markt. Die is echt helemaal ingezakt. Die bestaat feitelijk gewoon niet meer. Dus voor nee. fabrikanten is er geen enkele reden om daar hard in te blijven investeren. Ja. Dus je ziet die slider als het ware van, van normale camera en smartphone. Die zie je echt steeds meer richting smartphone gaan. Eh, waarbij mensen dus steeds hogere eisen aan die smartphone-camera's gaan stellen. En daardoor ook steeds meer voor allerlei toepassingen gebruiken. Ja. En ik zie dat ook helemaal niet gaan veranderen. Ik zie niet in dat er ineens enorme innovaties in de compact-camera-markt gaan gebeuren. En precies datzelfde antwoord kunnen we geven op de vraag van Pascal. Die vraagt wat anders. Die vraagt waarom zijn er zo weinig broekzakvriendelijke mid- en high-end smartphones. En dat bedoelt hij op uh, toestellen die uh, minder dan uh, 150 mm uh, lang zijn. Nou, simpelweg er is minder vraag naar. Mensen willen grotere toestellen, grotere schermen. Dat gaan fabrikanten maken. Die maken wat de markt wil. En als er weinig vraag is naar kleine toestellen, dan, uh, dan wordt daar minder op ontwikkeld. Er komt natuurlijk wel weer die nieuwe iPhone SE. Dus er komt weer een kleintje ja. aan, 14 centimeter, maar... De, de, 4, het inch, is inderdaad... Uh, ik denk verpreid. dat die, die iPhone... Die iPhone die kan best ook nog wel eens heel populair gaan worden. Maar dat heeft dan ook weer met het prijspunt van dat apparaat te ja. maken. Dus dat is niet per se... Dat, als die goed gaat lopen is dat niet per se een bewijs... Dat mensen kleinere smartphones heel graag willen. Maar ik denk dat bij, in het geval van Apple ook de prijs dan echt een belangrijker gaat zijn. Stefan vraagt... In mijn woonplaats wordt glasvezel aangelegd. Het lijkt mij zeer interessant om daarna over te stappen. Echter ben ik nu heel blij dat ik met één afstandsbediening... Mijn televisie uh, kan gebruiken. Daar, dat, maar, die televisie is ook via DVB-C aangesloten op de kabel dus met de ingebouwde tuner zijn er ook televisies die zonder extra apparaat direct op glasvezel tv aangesloten kunnen worden. Lange vraag. Antwoord is drie letters helaas. Nee. Nee, want voor, voor glasvezel, desf, feitelijk voor IPTV, heb je altijd gewoon een kastje nodig wat dat uh, IPTV signaal uh, omzet naar, naar HDMI. Dus er waren wel wat kleine uh, glasvezelaanbieders een aantal jaren geleden die naast uh, glas ook DVBC aanboden. Dus dan kreeg je alsnog coax uh, naar je televisies. Maar dat is uh, voor zover ik weet allemaal inmiddels door KPN opgekocht en, uh, en stilletjes de nek omgedraaid. Dus eigenlijk als je glasvezel gaat kijken, dan wordt het gewoon een, een extra kastje naast elke televisie dus. Ik zou bijna zeggen, komt allemaal in het Westland wonen. Het is hier hartstikke gezellig. Want wij hebben hier de kleine kabelmaatschappij Kaiju en daar heb je nog het voordeel dat als je in een bestaand huis woont, waar in ieder geval wel een kabelverbinding ligt. En je neemt zo'n glasvezelabonnement. Dat ze de kabel ook aansluiten. Dus je kunt dan glasvezel gebruiken voor, um, voor internet. Maar nog steeds die DVB-C-ontvanger. Via tv je TV blijven gebruiken. Via de kabeltelevisie kijken. Maar het is echt volgens mij de laatste aanbieder. Die, ja, en die wacht, wacht, wacht maar tot KPN langskomt om de boel over te nemen. Dan is ook bij ja, jou. Het ja, dat, feest dat hebben ze geprobeerd. Maar daar was de NMA geloof ik niet zo blij mee. Maar dat is weer een ander verhaal. Allerlaatste vraag. Uh, pas geleden zag ik op harte info een Philips 345M1CR uh, monitor, de Revue passeren een monitor waarbij uh, volgens de specificaties HDR ondersteund wordt, maar de maximale helderheid volgens diezelfde specificaties is maar 300 candela per vierkante meter. Uh, zijn huidige monitor, een ASUS model, duurt ook 300 candela per vierkante meter, aan, maar dat is geen HDR monitor. Hoe zit dat nou? Is dit gewoon marketing of zijn er gekke technieken? Want uh, volgens de vraagsteller, HDR begint toch eigenlijk pas bij 1000 nits? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik snap ook heel erg de, de onduidelijkheid erover. HDR is een voor de duidelijkheid monitoren die zeggen dat ze HDR ondersteunen, dan gaat het erom dat ze het, het typen, dus hoe HDR wordt vervoerd vanaf de videokaart naar de monitor, dat ze dat goed interpreteren, ze kunnen het verwerken. Ze kunnen het verwerken, want bij HDR is het, is het signaal gewoon daadwerkelijk anders dan bij normale SDR-beelden. De EOTF, wat voorheen de gamma-curve was, is gewoon heel anders. Geef je zo'n HDR-signaal weer op een monitor die daar niet geschikt voor is, dan ziet het er heel flats en, en, en ook contrastloos uit. Dus een normale monitor kan ook wel HDR-signalen weergeven. Het ziet er alleen gewoon niet uit. En wat de wat monitor die HDR. Officieel kan weergeven, hè. dus maar HDR op de doos of in de specificatie staat, daarvan weet je dat hij het signaal, dus het HDR, HDR-10-signaal over het algemeen, dat hij dat goed interpreteert en het dus ook goed weergeeft. Maar tegelijkertijd heeft kant, hij wel gewoon gelijk, want wij kunnen na wel stellen: een monitor die HDR is en drie, maximaal 300 kan per vierkante meter of 300 nits, dat is natuurlijk hetzelfde, die mogen wij eigenlijk wel nep-HDR noemen, toch? Want om HDR ja, echt mooi te weergeven, moet hij een scherm veel helder kunnen. Dat, dat is inderdaad de tweede kant van het verhaal, want wanneer is HDR echt HDR? Het HDR HDR-signaal snappen wil niet zeggen dat je het ook kan weergeven met de impact die ervoor bedoeld is. En dat de HDR pas bij 1000 nits begint, dat is niet helemaal waar. Aan de andere kant geldt wel dat hoe meer nits is, hoe hoger de piekhelderheid van het scherm, hoe beter je die highlights, dus die, die, die kleine delen van het, scherm, uh, van het signaal die heel helder zijn en wat de HDR dus een ja, popping geeft, dus het mooie, het mooie, uh, het mooie spatterende van HDR-beeld, ja, dat krijg je pas in als je voldoende helderheid hebt, en ik zou zeggen vanaf 600, vanaf 600 uh, nits, dus HDR 600 standaard voor, uh, voor PC, is dat dan kan je echt een echt goede HDR-ervaring hebben. Wordt het veel minder, en zeker 300, ja, dan is het leuk dat hij het kan weergeven, dat het signaal niet verkeerd wordt weergegeven. Maar het echte HDR-effect ga je dan gewoon inderdaad niet, uh, niet optimaal zien. Goed. Met bijna een half uur op de klok waren dit de kijkersvragen voor april. Volgende maand, de laatste vrijdag van mei, gaan we natuurlijk opnieuw weer kijkersvragen doen. In de laatste week van mei zetten wij een oproep op de site dat je weer al je vragen kunt insturen. Kon je deze video waarderen? Geef ons een like op YouTube. Als je op YouTube toch bent, ik abonneer je op ons kanaal. En als je je abonneert, zet uiteraard die bel aan, want dan weet je 100% zeker dat je ons nooit hoeft te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.